Je ziet hier een mond met daar sensoren op geplakt die vastzitten aan een articulograaf. Die sensoren laten eigenlijk altijd vrij snel wel los, omdat de mond natuurlijk heel vochtig is. Maar wij hebben nu een methode ontwikkeld om die sensor een grotere oppervlak te geven, waardoor die wel goed vast blijft zitten, maar uiteindelijk ook weer los kan. Want je kan natuurlijk ook niet mensen het lab uit laten gaan met de sensor die nog aan hun tong bungelt. Ik onderzoek spraakproblemen bij mensen met ziekte van Parkinson. Veel patiënten met deze ziekte hebben problemen met hun spraak. En een van die problemen is ook dat ze moeite hebben met het articuleren. En wij willen erachter zien te komen wat nou eigenlijk de oorzaak is van die articulatiestoornis. Tot nu toe werd eigenlijk het meeste onderzoek gedaan op akoestisch gebied. Dus dat is dat je met een microfoon de spraak opneemt. Wat wij doen is dat we eigenlijk een stukje teruggaan. Dus we kijken niet naar de uitkomst van de spraak, maar we kijken naar de bewegingen van de lippen, van de tong, van de kaak, die ervoor nodig zijn om goed te kunnen articuleren. En we verwachten eigenlijk dat dat misschien te maken heeft met bijvoorbeeld coördinatie en timing van spraak. Dus als je spreekt, moet je alle segmenten op de goede plek zetten. En wij verwachten dat patiënten daar misschien wel moeite mee hebben. We doen het door middel van een articulograaf. Met dat apparaat plakken we sensoren op de tong, op de lippen en op de kaak. En op die manier kunnen we, terwijl iemand spreekt, meten hoe die spraakorganen ten opzichte van elkaar bewegen. Daarnaast maken we nog gebruik van een echoscopieapparaat. Dat is eigenlijk hetzelfde apparaat wat ook gebruikt wordt voor zwangere vrouwen om naar het embryo te kijken. Maar wij plaatsen dat onder de kin en op die manier zien we een hele contour van de tong. En met dit apparaat kunnen we vooral het achterste van de tong goed bekijken. Het leuke is dat de universiteit eigenlijk een hele stimulerende omgeving is. Dus er zijn heel veel mensen die experts zijn op hun eigen vakgebied. En daarnaast is er eigenlijk iedere dag zijn er weer nieuwe problemen die je op kunt lossen. En dan de volgende dag daar weer nieuwe problemen. Dus zo blijf je continu bezig. Wat ik ook heel leuk vind is je werk eigenlijk uitdragen naar een groter publiek. Zo stonden we vorig jaar bijvoorbeeld op Lowlands. We hebben ook onderzoek gedaan naar het effect van alcohol op het spreken van een tweede taal. Dat is oké. Patika, 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 patika. Het Nederlands ging mij slechter af dan het Engels. Dus dat was ontzettend leuk. Dus dat zijn dan ook de leuke dingen van het werk. Daar was ik wel bang voor toen ik aan deze baan begon. Maar het valt eigenlijk heel erg mee. Dus ik werk wel samen met mijn onderzoeksassistent en begeleiders aan dit project. Maar daarnaast heb ik ook heel veel contact met mijn directe collega's. En ik maak onderdeel uit van een internationaal samenwerkingsverband. Dat heet IdealLab. Dat is een samenwerking van verschillende universiteiten wereldwijd. En ieder jaar hebben we dan winterschools en summerschools, waar iedereen van die verschillende universiteiten bij elkaar komt om zijn of haar project te presenteren. En die groep, dat is eigenlijk een hele hechte groep vrienden ook geworden. Dus dat is ontzettend leuk.